Ik denk dat er heel veel mensen zijn die echt iets aan die film gaan hebben. Omdat ja, het gaat over een familie. Iedereen heeft een familie. Iedereen wordt geconfronteerd binnen die familie met keuzes die ze niet zelf maken. Met, ja, je familie kiest je niet, zeggen mensen altijd. En dat is ook zo. Ik denk dat het heel belangrijk is om binnen een familie en binnen een vriendengroep, maar vrienden kiest je misschien al meer dan familie, om gewoon heel goed te kunnen zien wie welke persoonlijkheid heeft. En daar ook zorg voor te dragen, voor die persoonlijkheid van die persoon. En niet te proberen iemand te hard te willen veranderen en te kijken hoe dat je daarmee om kunt gaan, hoe dat je daarmee in dialoog kunt gaan en hoe dat je een gezonde omgeving kunt creëren daarvoor. Want dat is wat er in deze film totaal niet is binnen dat gezin. Een gezonde omgeving om op te groeien. En je merkt dat de impact van die opvoeding op die kinderen, op Mona, zo groot is geworden later. Hoe dat zij altijd alles moet oplossen, zelf als kind. De verantwoordelijkheid die zij krijgt, die een kind eigenlijk helemaal niet mag dragen binnen een gezin, omdat je met een eerder labiele stiefmoeder zit, met een vader die over zich heen laat lopen. Maar dat ook niet de kans mag ontnemen om toch te groeien als mens. En dat je... ja te zeggen tegen de dingen die je ook zelf graag wilt doen. En niet altijd alleen maar in dienst willen staan van je familie. Ik denk dat het, wanneer je de film gezien hebt, dat je eerst toch wel een zwaarte kan voelen. Omdat het best wel een pittige film is. Omdat je geconfronteerd wordt met personages waar het niet altijd goed mee gaat. En dat, waar dat heel veel drama is. Maar ik denk dat aha-moment... Dat pas veel later komt. Dat gaat zijn, misschien dagen of weken nadat je die film gezien hebt, dat je terug bij je familie bent en dat je ineens in een situatie gaat terechtkomen waarvan je denkt, ah, maar dat herken ik, dat ken ik van in die film. En dat er dan, op dat moment, als je dan die klik kunt maken van oké, ik heb dat zo gezien, ik herken dit, hoe gaan we dit nu oplossen, hoe gaan we dit nu anders bekijken. Het is niet het ideale moment natuurlijk om met je familie aan tafel te gaan zitten. En grote feesten te hebben en toestanden. Nee, jammer genoeg niet. Is het moment om naar de cinema te gaan? Ik vind sowieso dat het moment is om naar de cinema te gaan. Het is altijd het moment. Maar nee, ik meen dat echt waar. Ik ben de voorbije weken echt al verschillende keren naar de cinema geweest. Ben verschillende keren naar het theater geweest. En ik heb me nooit ergens zo veilig gevoeld als daar. Dat is zo goed geregeld. Als je de kaartjes gaat afhalen, altijd wordt er duidelijk aangegeven hoeveel afstand dat je moet houden. Bij één voor één moet je naar binnen altijd plaatsen tussenhouden. Ook bij het naar buiten gaan moet iedereen rij per rij weer vertrekken. Je komt gewoon niet in contact met andere mensen die daar ook zitten. Dus ik hoop echt waar dat ook tijdens een lockdown dat open kan blijven. Want het is veiliger om naar theater te gaan dan om naar de supermarkt te gaan. En je hebt er nog iets aan, buiten dat je in de supermarkt eten kan kopen. En in theater meestal niet. Maar in de cinema kun je wel popcorn en zo kopen. Dus op zich is dat ook al goed. Ja, ik heb heel veel schrik dat terug platgelegd gaat worden. Terwijl ik denk niet dat daar het probleem zit. Nee, dus als mensen honger hebben vanaf nu, dan moeten ze naar de cinema. Ja, eigenlijk wel. Honger naar een ervaring ook. Ja, honger naar een soort van... leidraden voor het leven en gewoon kijken naar hoe doe ik het, hoe doen die mensen op mijn scherm het en daaruit leren, dat vind ik zo leuk. Ja, dat is waarom dat ik naar de cinema ga. En ik denk dat het zo belangrijk is om in deze tijden dingen te steunen die echt van ons zijn. Internationaal moet er ook heel veel bekeken worden, maar ik denk, de Vlaamse film wordt vaak in de cinema veel te weinig bekeken. Er gaat veel te weinig aandacht naar, terwijl er soms grote blockbusters zijn die wel beter bekeken worden. Terwijl die kwaliteit van die Vlaamse films zo, zo straf is. En ik denk ook dat het een film is die weinig mensen al gezien gaan hebben. De manier van filmen is heel erg documentair, het is heel realistisch. Er wordt fantastisch in gespeeld, echt waar de acteurs mee die ik allemaal mocht samenspelen. Dat zijn zo een geweldige mensen. Ik denk dat want toen ik de film gezien heb, dacht ik van, ik heb nou... denk ik nog nooit meegemaakt dat ik buiten kwam en dacht van, maar iedereen zit op zo'n enorm hoog niveau te spelen. In een Vlaams film, ik heb dat denk ik zelden gezien. De kortfilm Familie ook. Van Holiday. Holiday, ja. Dat is toch ook wel een beetje zo een soort van familietragicomedie. Holiday gaat inderdaad ook echt over een gezinssituatie.
die samenkomt om samen op weekend te gaan, waarbij je voelt er zijn zoveel onderliggende spanningen, er wordt niets uitgesproken, wat ik denk dat heel vaak een probleem is binnen families en gezinnen. En ja, deel maar eens met elkaar, deel maar met mensen die je eigenlijk misschien twee keer op een jaar ziet. Ik denk dat iedereen die iets over een familie maakt, refereert naar festen, met reden. Ook bij Holiday was ja, je wilt zoiets teweeg brengen. Je wilt iets wat dat heel vrolijk lijkt en vrolijk begint, maar wat je voelt, er zit zoveel onderin. En als dat hier naar boven komt, dan wordt er iets geopend wat dat, of terwijl met alle kracht dichtgedrukt gaat worden, of wat dat heel erg gaat stinken. Maar eens dat open is, dat het vuil er misschien uit kan en dat het ook opgekruist kan worden.